Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een inpakvideo. Ik heb de koffer 2 dagen geleden al ingepakt, maar ik had nog een intro gemaakt, dus dat doe ik nu eventjes. Ik ga voor 10 dagen naar Ibiza. Ik dacht eerst dat ik 9 dagen ging, dus dat hoor je mij volgens mij ook in die stukjes zeggen. Maar ik kwam er gisteren achter dat we 10 dagen gingen, aangezien we 9 nachten hebben, dus 10 dagen. Dus ik heb mijn koffer ingepakt voor 10 dagen Ibiza. Ik heb er super, super veel zin in. Het is daar ongeveer tussen de 23 en de 26 graden zoiets, dus daar heb ik een beetje rekening mee gehouden. Dat het 's avonds nog wel wat kouder is. Dus ik heb vooral voor 's avonds lange broeken. Milan en ik hebben 3 koffers. We hebben 2 handbagagekoffers van 10 kilo. En 1 grote koffer van 20 kilo. Ik heb alleen de grote koffer en mijn handbagagekoffer ingepakt. Zijn handbagagekoffer ligt gewoon bij hem thuis met zijn kleding. Dus jullie gaan vooral in deze video gewoon eigenlijk mijn spullen zien. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video gaan vinden. Ik vind dit in ieder geval altijd heel erg leuk om te kijken. En jullie blijkbaar ook. Want toen ik vertelde dat ik naar Ibiza ging, kwamen er echt super veel vragen of ik een inpakvideo wilde maken. Dus hier is hij dan. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En veel plezier om te kijken. Oké, ik heb echt van alles om mijn bed gegooid en verzameld waarvan ik denk dat moet mee. Dus dat ga ik nu proberen allemaal in deze koffer te krijgen. We hebben ook nog 2 handbagagekoffers. Maar eentje staat bij Milan en eentje staat nog bij mijn vader. Dus daar kan ik eventueel ook nog wel wat dingetjes voor overlaten. Maar ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk in deze koffer te doen. Oké, allereerst de strandhanddoeken. En ik heb hier een handdoek van Love Stories van de H&M van alweer 2 jaar geleden. En die leg ik altijd hier onderop, zodat het een beetje ruimte bespaart. En dan heb ik deze nog van Italië. Maar ik denk dat ik morgen eventjes in de stad ga kijken voor nog een andere handdoek, want ik vind deze niet zo mooi. Dan gaan we door naar de kleding. En ik heb dus allemaal setjes gemaakt qua kleding. Zodat als ik daar op vakantie ben, dat ik gewoon al weet van oké, dit broekje heb ik met dit topje in mijn hoofd. Zodat ik niet daar straks op vakantie ben en denk van oké, shit, niks matcht met elkaar. Dus ik wil eventjes een beetje de setjes laten zien die ik gemaakt heb in gedachten had. Ik heb ook avond- en overdag setjes. Als eerste overdag dit shortje nieuw van Naked. En wat ik doe is ik rol mijn kleding eigenlijk bijna altijd op. Want dan past er gewoon wat meer in. Samen met dit topje van Chiquelle. En deze oversized beetje beige gele blouse van Naked is deze. En ik dacht dit vind ik wel een leuk outfitje voor als we overdag naar een stadje gaan. Of gewoon lekker naar het strand. Dus deze gaat ook mee. Dan als avondoutfitje heb ik deze broek van Alex Labeled. Kan 's avonds nog best wel een beetje koud zijn. Dus ik heb gewoon best wel veel lange broeken voor 's avonds gedaan. Maar dit is er eentje van. Dus van Alex Labeled. Die vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik denk dat ik trouwens eventjes alle broeken aan deze kant ga doen. En alle topjes aan deze kant. En op die broek van Alex Labeled doe ik dan dit witte hemdje van de Zara. Dan nog een avondoutfitje. En deze had ik ook in Italië aan. En dit was echt één van mijn lievelingsoutfits. Allereerst deze wijde broek van de Zara. Een beetje een beige broek. Die is van vorig jaar is deze. Met dit topje erop. Ook van de Zara. Ik vond het echt zo'n mooie combi. En ik heb ook deze Chloe slippertjes. En ik vond het er echt super leuk bij staan. Dus dit outfitje gaat dit jaar ook weer lekker mee. Voor overdag, voor op het strand heb ik nog dit jurkje. Dit jurkje heb ik echt al 2 jaar volgens mij. Maar hij is van de Zara. En ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Ik vind het echt een heerlijk jurkje voor op het strand. Dus ook deze gaat weer lekker mee. Weer voor de avond heb ik deze satijnen. Ook weer een lange broek. Ook deze is weer van de Zara. En ik heb nog zo'n gelijksoorte broek. Maar die zit nog in de was. Dus die komt er later bij. Maar deze broek. En voor daarbovenop heb ik dan deze blouse die erbij hoort. Of nou, die hoort er niet bij. Maar op de Zara-site hadden ze dit toen gecombineerd. Vond ik echt super leuk. Leuk vakantieprintje. Dus die neem ik mee om daarbovenop te dragen. Dan een outfitje wat eigenlijk voor de avond, maar ook voor overdag kan. Dat is allereerst deze witte broek van de Zara. Hij schijnt wel een beetje door, dus ik moet even goed kijken welke onderbroek ik hiervoor meeneem. Dat als ik hem aan heb, dat hij niet doorschijnt. En voor daarop heb ik deze top. Deze top heb ik nieuw. Maar op zich, kijk, dit topje kan bijvoorbeeld ook gewoon voor overdag op een shortje. Of juist dit op die broek gewoon overdag als het wat frisser is bijvoorbeeld. Dus het is niet per se dat dit alleen voor de avond is. Dit kan ook voor
overdag. Maar in principe heb ik het voor de avond in mijn hoofd. Dan heb ik diezelfde broek ook in het zwart. Het is bijvoorbeeld ook leuk met gewoon een badpak en dan zo'n broek eroverheen. Dus dat is die. En daarvoor erop, ja, eigenlijk een beetje gewoon voor alles kan dit wel, heb ik deze drie topjes meegenomen van de Zara. Die ik net ook in het wit liet zien. Als eerst in dit beetje bruinige kleurtje. Dan deze paarse. En nog deze gele. Ik dacht, dit is ook wat chill gewoon voor op een shortje. Voor als je bijvoorbeeld naar het strand gaat of zo. Of eventjes ergens gaat ontbijten. Dus die neem ik gewoon alle drie mee. Die nemen ook niet heel veel ruimte in beslag. Dan heb ik hier een outfitje voor overdag weer. Even kijken, als eerst dit setje van de Zara. Dit is zo'n badstoffen topje met een bijbehorende broek daarbij. Deze, zo'n kort shortje. En ik dacht, dat vind ik wel leuk met deze grote oversized blouse eroverheen. Deze is ook van de Zara. Ik heb deze toen expres in een maatje L gekocht, zodat hij echt lekker groot valt. En ik dacht, dat is wel leuk over dat setje heen als je dan naar het strand gaat of zo. Of willen ook een dagje met de boot naar Formentera. Dus dan is het ook wel lekker voor op de boot, zo'n blouse. Dan nog een setje voor overdag. Als eerst dit shortje van Levi's. Dan heb ik gewoon twee spijkershortjes mee. En voor daaroverheen deze blouse van de Zara met wat langere mouwen. Dus stel dat het een beetje wijd of zo, kan je dan deze aan. Ik merk dat ik het een beetje, dat ik het niet meer echt aan het oprollen ben. Maar goed, zolang het past maakt het niet echt heel veel uit. Dan heb ik een welbekende blouse, denk ik. Vorig jaar had Monica Geuze deze in haar vlog laten zien en toen was hij gelijk overal uitverkocht. Maar gelukkig heb ik hem weten te scoren. Dat is deze hele grote oversized, een beetje jurkachtige blouse. Ik dacht, dat is ook wel leuk voor het strand met een leuk buckethetje of zo erbij. Weer voor de avond heb ik dit setje van de Stradivarius. Die heb ik vorige week gekocht met deze broek met wijde pijpen. En dan zit er een bijbehorende top bij. Ik zal even op het kaartje laten zien hoe je hem moet dragen. Kijk. Zo is die top. Dat vind ik wel heel erg leuk voor 's avonds als we bijvoorbeeld uit eten gaan of zo. Dus die gaat mee. Dan heb ik nog een heel erg leuk pakje bij de Zara besteld. En dat is als eerst deze blouse. En daarbij hoort dit shortje. Die vond ik wel echt heel erg leuk. Beetje voor overdag of avond. Maakt niet echt heel erg veel uit. Kan voor allebei wel. Dan voor stel dat we uit eten gaan of zo, of dat het wat warmer is in de avond, heb ik dit jurkje. Die heb ik ook laatst bij de Bershka gekocht. Super schattig jurkje. Dus die gaat ook mee. Dan heb ik nog zo'n tweedelig setje van de Zara. Met een zwart kort broekje. Ook lekker voor naar het strand. En nog met zo'n topje erop. Deze is wel wat kleiner, maar dat broekje valt ook wat hoger. Dus dat is wel leuk. En ik dacht met een blouse eroverheen. En ik heb dus deze blouse. Deze vintage Burberry blouse. Kan heel leuk zijn, maar kan natuurlijk ook heel fout zijn. Maar ik neem hem wel gewoon mee. Ik denk dat het op zich wel leuk is. En anders kan ik er natuurlijk altijd nog zo'n andere blouse overheen doen die ik mee heb. Dan een pyjama. Dit is een broekje van de Zara van vorig jaar met een cropped shirtje erop. Ik weet natuurlijk niet hoe warm of hoe koud het daar is, maar soms in hotels kan het nog best wel een beetje koud zijn met die airco en zo. Dus ik neem gewoon voor de zekerheid een pyjama mee. Ja, pyjama. Gewoon een slaapsetje. Dan heb ik nog deze kimono. Deze heb ik ook al best wel lang. Ik weet niet of ik dit ga dragen, maar ik dacht, ik kan het maar beter gewoon meenemen. Want als ik het wel wil dragen, dan heb ik het maar gewoon bij me. Maar het is dus een hele lange kimono. Die vind ik wel heel erg leuk. En dan heb ik nog dit losse topje van Chiquelle. Ik heb hem niet echt met een outfit in gedacht of zo, maar ik vind het gewoon een leuk topje. Dus stel dat het 's avonds wat warmer is, kan ik ook altijd deze aantrekken met zo'n lange broek.
Dus dat is eigenlijk alles qua outfits volgens mij wat ik mee ga nemen. Ik doe hem heel eventjes dicht. En dan gaan we door naar de andere kant. Zo. Ik heb eventjes alle verzorgingsdingen en zo gepakt. Want dat moet natuurlijk ook mee. En dat mag natuurlijk niet in je handbagage grote vloeibare dingen. Dus dat moet sowieso in een grote koffer. En dan denk ik dat ik mijn schoenen, ondergoed en badkleding en zo in mijn handbagage ga doen. Alleen die koffer heb ik hier nu dus niet. Maar ik kan wel zo meteen eventjes laten zien wat er allemaal van meegaat. Maar laat ik eerst maar dit eventjes inpakken. Ik heb hier twee toilettas. Ik denk dat ik hier alles in ga doen voor mijn haar. Even kijken. Allereerst een mini fudge voor als mijn haar wat geel wordt er. Dit vind ik altijd heel erg chill om haar te doen. Dit is een soort lotion voor je haar. Heat protector. Een shampoo en een conditioner. Deze van Olaplex. Want mijn haar wordt altijd mega droog. Van de zon, zee, zwembad, alles. Dus goede shampoo en conditioner. Dan heb ik Olaplex nummer 3 bij me. Dat ik af en toe zo'n masker in kan doen als het nodig is. En volgens mij was dat het wel voor mijn haar. Ik moet natuurlijk nog mijn borstel, mijn steltang en mijn föhn en zo. Maar die heb ik komende dagen nog gewoon nodig. Dus dat doe ik er gewoon als laatste in. Maar dit is in principe alles wat ik voor mijn haar meeneem. Dit doe ik hier zo. Dan heb ik deze grote toilettas. Nou, daar doe ik gewoon dingetjes in voor onder de douche. Dus we hebben deze douchegel. Micellair water om ons gezicht mee schoon te maken einde van de dag. Hier een spuitdeo. Een roldeo. Ik vind het op vakantie altijd wel lekker om in de ochtend, als je net hebt gedoucht, een roldeo op te doen. En dan door de dag heen gewoon die spuitdeo, zeg maar. Tandpasta. Scheermesje. De pil, want ik moet toevallig zondag aan een nieuwe strip beginnen. Dus ik kan een hele nieuwe pil meenemen. Dat is wel chill. Dan heb ik hier een dagcreme voor 's avonds, een beetje tegenlicht. En een oogcreme. Een handgel. Ik weet niet, vind ik op zich wel chill om mee te nemen. En dan heb ik nog deze voor mijn lichaam. Er zijn nog wat dingetjes die ik moet kopen, zoals tandenborstels. Ik moet nog eventjes een after sun kopen. En nog eventjes een extra zonnebrand voor het lichaam. Want dit is de enige zonnebrand voor het lichaam die we nu hebben. Dan neem ik voor de zekerheid, je weet het maar nooit, tampons mee, watjes gaan mee. Ik heb een nieuwe mascara gekocht, maar mijn make-up moet ik nog eventjes inpakken. Dat ga ik zo meteen wel met jullie doen, maar ik heb dus deze nieuwe mascara gekocht. Verder heb ik hier nog allemaal zonnebranddingetjes. Maar daar moet ik eventjes een tasje voor zoeken eigenlijk. De zonnebrand doe ik wel in dit tasje, want hier doe ik de zonnebrand ook altijd in meenemen naar het strand. Ik heb allereerst deze van Australian Gold, factor 30. Dan heb ik er twee van Biodermal voor het gezicht, ook allebei factor 30. Dit is nog een after sun voor je gezicht. Dan heb ik hier nog, dit is niet echt om mee te tannen of zo, maar dit is gewoon olie met glitters. Ik dacht, leuk voor in de avond over je lichaam heen. En dan heb ik nog een Bali body met factor 15. Dus dat is niet heel erg hoog. Dus dat kan echt pas een beetje de laatste dagen. Dus ik moet nog eventjes wat meer zonnebrand kopen. Maar dat heb ik allemaal opgeschreven op een lijstje. Dus dat komt goed. Dat doe ik hier. Dan heb ik nog allemaal zonnebrillen en sieraden en zo die ik mee wil nemen. Allereerst deze zonnebril van Captain & Sun. Ook deze van Captain & Sun. Deze Ray-Ban die heb ik vorig jaar nieuw gekocht. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus die gaat ook mee. Dan deze bril. Die is ook nieuw van Naked. Die wil ik meenemen. En dan heb ik hier nog zo'n schelpenkoord. Wat je aan je zonnebril kan vastmaken. En hier nog een zakje met wat extra sieraden. Ik heb altijd natuurlijk gewoon de oorbellen in. Die ik altijd in heb. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om extra oorbellen mee te nemen. Als allereerst deze ringen. Dan heb ik mijn kleine Lovelings oorbellen. Die van één maatje groter. Dan deze oorbellen nog. Die wil ik ook meenemen. Ik denk dat ik deze echt het meest ga dragen. Die vind ik heel leuk. En deze oorbellen heb ik dus echt 2 jaar geleden gekocht. Nog nooit ingehad. Maar ik dacht, nou, laat ik het meenemen. Misschien ga ik er deze keer wel in doen. Waarschijnlijk niet, maar neem toch niet heel veel ruimte in beslag.
Ik heb hier een zakje gepakt, soort dustpack. Dus ik denk dat ik daar dat allemaal in ga doen. Dat het gewoon een beetje bij elkaar blijft. Dan heb ik trouwens ook nog een haarhanddoek die ik mee ga nemen. Die kan ik ook wel hierbij leggen. Zo. Oh, en ik heb nog trouwens twee hoeden die ik ook mee wil nemen. Misschien moet ik die eventjes onderop leggen. Als eerst deze van de Primark van vorig jaar. En deze zwarte, die heb ik dit jaar bij de Primark gekocht. Echt een week geleden of zo. Die was maar 4 euro. Echt geen geld. Die ga ik eventjes in elkaar doen. En ik denk hieronder leggen. Oké, dan twijfel ik heel erg. Want ik heb nu nog ondergoed en badkleding. Accessoires voor mijn haar. Tassen en schoenen. Maar ik heb natuurlijk ook nog een handbagage. Dus ik twijfel een beetje. Ik denk dat ik de schoenen wel in deze erbij ga doen. Want schoenen zijn altijd best wel zwaar. Ik neem allereerst mijn Chloe slippers mee. Waar ik echt nog steeds heel erg blij mee ben. Die gaan mee. Dan heb ik laatst deze slippers gekocht bij de Zara. Ook echt heel erg leuk. Beetje met van dat touw en zo. Dus die gaan ook mee. Er wordt trouwens buiten geboord. Dus ik hoop dat je dat niet al te erg hoort. Maar dan deze slippertjes. Die neem ik ook nog mee. Gewoon simpel havianetjes. Lekker voor naar het strand. En ik denk dat ik het niet ga aantrekken. Maar ik dacht misschien voor 's avonds leuk als we uit eten gaan of zo. Met zo'n mooie broek. Deze hakken van de Zara. En deze lopen op zich nog wel oké door die dikke hak. Dus deze neem ik ook nog mee. En dan in het vliegtuig doe ik denk ik gewoon een paar sneakers aan. Die ik dan ook daaraan kan doen. Oké, ik denk dat dit het nu wel eventjes een beetje is voor de grote koffer. Mijn make-up komt hier dan nog bij. En mijn steltang en mijn föhn. En dat is het denk ik wel voor de grote koffer. Oh, hij is wel echt heel zwaar. Ik hoop dat hij niet te zwaar is. Allereerst heb ik wat dingen voor in mijn haar en voor op mijn hoofd om mee te nemen. Wat sjaaltjes van de Zara. Deze blauwe. En deze beetje oranje. Dus die vier gaan mee. En dan heb ik nog drie bucket hats die ik ook mee wil nemen. Als allereerst deze blauwe van Sandro. Deze beige van Jacques Mus. En deze groene van Jacques Mus. En dus ook een paar tassen. En ik heb hier dus een tas. En die is echt precies dezelfde kleur als het bucket hatje. Dus die gaat sowieso mee. Deze tas is van Naked. Dan deze rieten strandtas. Vind ik wel leuk voor een foto ook en zo. Ook van Naked. Dan deze tas van Chanel. Van de Vintage Bar. En dan deze grote strandtas van Prada. Deze is echt top. Deze is zo lekker groot. En die heb ik ook van de Vintage Bar. Dus die gaat ook mee. En ik denk dat ik deze gewoon allemaal in elkaar ga doen en ga opvouwen. Die rieten tas kan je alleen niet echt opvouwen. Maar de rest op zich wel. Zo. En dat leg ik dan gewoon in een handbagagekoffer. Ik denk dat ik al die hoedjes en zo en die haaraccessoires hierin doe. Oh, en dan heb ik voor mijn haar ook nog deze twee haarbandjes om mee te nemen. Dan heb ik hier nog allemaal ondergoed. Maar dat is denk ik op zich niet heel boeiend om te laten zien. Ik heb gewoon wat sokken, wat onderbroeken, wat BH's. Ik heb hier ook wat onderbroeken van Miu en wat sokken. Dus dat gaat allemaal mee. Uiteraard gaan er heel veel bikinis en badpakken en dingen mee. Ik zal ze eventjes allemaal een beetje snel laten zien. Als allereerst een zwarte bikini. Deze is van Naked, dit topje. Vind ik heel erg leuk. Gewoon een triangeltopje, heel simpel. Met ook een heel simpel broekje van Pretty Little Thing. Hij is wat hoger uitgesneden, vind ik wel mooi. Dan een bikini van Shein. Dit broekje, mooi lichtblauw. Met, even kijken hoe dit zit. Dit topje. Dit vind ik echt een mooie bikini. Mooi kleurtje ook. Dan nog een bikini van Shein. En dat is allereerst dit topje. Met dit broekje. Ik vind dit broekje ook heel erg mooi zitten. Dat is die. Dan heb ik een bikini van Bio de Label die meegaat. Deze. Dat is deze bruine met deze top. En dan weer gewoon dat welbekende broekje van Bio de Label. Die wat hoger is uitgesneden. In een mooie bronzen kleur. Dan heb ik nog een bikini van Bio de Label. En die is echt mijn lievelings. Lichtblauw kleurtje. Dit is het broekje. En dan heb je dit topje.
Heel erg mooi topje vind ik dit. En verder heb ik badpakken. Allereerst dit badpak van Gooseberry. Vind ik echt een mooi kleurtje. En dan dit badpak van Gooseberry. Ook echt een mooie kleur. En er komt als het goed is nog vanavond een badpak binnen. Of een bikini binnen van Lovies. En ik mag een bikini lenen van Rosa. Die zie ik morgen. Dus die kan ik er dan ook nog bij doen. En verder heb ik nog 4 badpakken van mijn eigen zwemcollectie. Eigen zwemlijn. Voor de mensen die het niet weten of die dit voor het eerst kijken. Ik heb een eigen webshop. En daar komt binnenkort een swimwear collectie aan. En die ga ik meenemen op vakantie om daar foto's van te maken. Betere content kan je natuurlijk niet maken. Dus die gaan ook mee. Ik zal wel alvast een beetje de kleurtjes laten zien. Maar ik ga nog niet verder laten zien hoe de badpakken eruit zien. Maar die gaan dus ook mee. Best wel veel zwemkleding. Maar ik kan gewoon niet kiezen. Dus ja. En dit gaat dus ook in mijn handbagage. Verder moet ik natuurlijk nog opladers. Dan mijn steltang, föhn. Maar dat komt allemaal pas de laatste dag. Want dat heb ik gewoon nog nodig de komende dagen. Verder is het denk ik make-up wat we kunnen gaan uitzoeken. Wat ik allemaal mee ga nemen. Dus ik ga er eventjes bij zitten. Oh ja, en ik neem natuurlijk nog een paar tassen mee. Waaronder mijn witte Jacques Mus tas. En ik denk dat ik nog een paar Nuno bags meeneem. Die zijn lekker klein en makkelijk mee te nemen. Maar deze gaat sowieso mee. Maar ik denk dat ik deze als handbagage ook mee ga nemen. Gewoon om me heen dat ik hier het paspoort en zo in kan bewaren. Maar goed, we gaan nu over naar de make-up. Ik pak dit make-up tasje. Ik haal eventjes alles eruit wat erin zit. Ik denk dat ik er niet heel veel make-up ga dragen. Sowieso niet overdag. Maar de standaard dingen die ik sowieso meeneem is mijn wenkbrauwsetje van Catrice. Of een wenkbrauwkwastje. Een spoelie. Dan een oogpotlood. Een lippenbalsem uiteraard. Zo, die vloog er mooi in. Dan voor mijn wenkbrauwen heb ik deze brow soap van de Brow House. Zit in dit zakje, dus die neem ik ook mee. Een pincet. Mijn mascara, maar ik heb natuurlijk ook een nieuw van deze gekocht. Dus die gaat ook mee. En dan ga ik de rest hier uit de la halen. Ik neem als eerst mijn concealer mee. Deze setting spray van MAC ook. Even kijken hoor, ik vind het lastig. Beauty blender. Ik denk dat ik ook voor de zekerheid deze foundation meeneem. Stel nou dat ik me 's avonds helemaal uitgebreid wil opmaken, dan heb ik het tenminste bij me. Die. Dan mijn bronzer van NARS. Highlighter van MAC, Soft & Gentle. Deze blush van MAC, Warm Soul. Die vind ik echt heel erg mooi. Die gaat mee. Gezichtspoeder van MAC ook. Gaat ook mee. En dan heb ik nog deze oogschaduw. Die vind ik altijd wel mooi. Dit is in de kleur Soba, ook van MAC. Dan even kijken welke kwasten. Ik heb hier kwast voor mijn poeder onder mijn ogen. Even kijken, ik heb hier kwast voor mijn bronzer en mijn blush gebruik ik deze. Kwast voor foundation. Kwast voor mijn highlighter. Oogschaduw. Volgens mij was dat het wel. Ik kan nog wel voor zekerheid ook een poederkwast meenemen. Ja, laat ik die maar voor zekerheid meenemen. Poederkwast. En dat is het denk ik eigenlijk wel qua make-up en zo wat ik meeneem. Ik neem wel ook mijn parfum mee. Die doe ik hier ook bij. In deze tas. Deze gaat ook nog in een grote koffer erbij. Maar deze heb ik de komende dagen eerst nog nodig met deze make-up. Het is nu de volgende dag. En ik heb ondertussen de handbagagekoffer opgehaald. Dus ik dacht misschien is het nog wel eventjes leuk om snel te laten zien wat ik daarin heb gedaan. En hoe ik dat een beetje heb gedaan. Dus dat ga ik nu eventjes nog snel aan jullie laten zien. Nou, hier is de hele grote koffer. Die hebben jullie natuurlijk al gezien. Ik heb er nog wat dingetjes bij gedaan, zoals deze rollers. Deze parfum moet zo meteen nog eventjes in een toilettas erbij. Tandenborstel, steltang, föhn. Deze ga ik mee gewoon om me heen doen, zeg maar. En dan heb ik hier de handbagagekoffer. Het is eigenlijk precies dezelfde als de grote, maar dan in te klein. En nou, dit moet ik zo meteen nog even omdoen. Ik heb hier 3 t-shirtjes liggen voor Miu. Die zijn nieuw. Die moet hij zo meteen eventjes in zijn eigen koffer doen. En dan heb ik hier een open vak. Nou, dit is een beetje een rommetje, maar ik heb hier als eerste tassen liggen. Die ik allemaal mee wil nemen. Hier wat hoedjes. Hierin zitten ook sjouwtjes voor mijn haar die ik had laten zien. En verder heb ik hier het ondergoed op en tussen gelegd. En dan aan deze kant heb ik nog deze strandtas. Ik zal het even
omdraaien. Nou, hier liggen 20.000 onderbroeken van Milan. En hierin heb ik dus al mijn badkleding gedaan. En hier zit nog allemaal onderbroek van mij, sokken. Dus ik heb deze tas opgevuld omdat ik het zonde vond om hem helemaal ja, te proppen, zeg maar. Dus ik heb deze opgevuld met allemaal zwemkleding. Dat zit er dus allemaal in. En dan nog deze dingen er gewoon overheen. En dan kan deze koffer ook weer dicht. Dan is deze ook klaar om mee te gaan op vakantie. Dit was dan mijn inpakvideo. Volgens mij was die best wel een beetje chaotisch. Maar dat komt eigenlijk gewoon vooral omdat ik die handbagagekoffer natuurlijk nog niet had. Maar die heb ik nu wel. Dus alles zit lekker ingepakt. Wij vertrekken morgen nacht. Het is vandaag vrijdag. Of nou eigenlijk vanavond. Vannacht vertrekken wij. Dus voor 10 dagen naar Ibiza. En ik heb er echt mega, mega, mega veel zin in. Als jullie deze video zien, zit ik al op Ibiza. En is het de dag dat het daar echt mega hard regent. Zondag gaat het dus heel de dag volgens mij regenen. Maar gelukkig hebben ze nog een binnenzwembad. En kunnen we zondag dan een beetje onze planning gaan doorkijken. Wat we de rest van de dagen willen gaan doen. Dus hopelijk gaat het de rest van de dagen niet regenen. Als het goed is niet. Voor nu staat er zon op de weersvoorspelling. Dus ik ga jullie lekker meenemen in mijn vakantievlogs. En ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. Ik hoop ook dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de Ibiza vlogs. Doei!